En zo gaan twee paarden duidelijk voor de rest uit op weg naar de laatste bocht. Joris S en Kingston Renka. En die draaien nu de laatste bocht in. Jumilla ligt inmiddels derde. Jonne Cavallo vierde. En daarachter valt Josanne Ewa terug. De voorste twee zijn inmiddels in de laatste bocht. En ze zijn precies halverwege de laatste bocht. En daar komt hij aan de buitenzijde. Hij gaat in de aanval, Kingston Renka. Kingston Renka komt schuin naast de leider. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Joris S. aan de binnenkant, Kingston Renka aan de buitenzijde. Was meer dan een half jaar weg, Kingston Renka. Komt hier vandaag terug in Joure. Doet hij dat met een overwinning? Het heeft er alle schijn van. Jawel hoor, Krebas is er langs. Go baby! Go, go, go! Kingston Renka. Mooi als je zo terugkomt. Tweede plaats is voor Joris S. Derde, Jonne Cavallo, die heel hard liep op het laatste stuk. En Jumilla was vierde. Dan komt hij aan, dames en heren. De enige eigenlijk die een paard terug kan brengen die 9 maanden niet gelopen heeft, gewoon als winnaar. We danken Casper Dakwerk BV Joure en Houtconstructie Joure voor hun geweldige bijdrage aan het welslagen van deze meeting hier op de drafbaan in Joure. En we feliciteren Stal PD, eigenaar van Kingston Renka, met de winst in deze 8e koers van vandaag. Ja, heel goed. We nemen hem wel even aan. Bekende gezichten bij de huldiging, mensen die de drafbaan een warm hart toedragen. Bas, van harte, ik ben nieuwsgierig naar het verhaal. Wat was die lang weg? Ja, hij is heel erg ziek geweest en hij zou gisteren starten in de derby selectie. Ik heb maandag gewerkt, was hij niet goed genoeg. Ik zei, we gaan naar jou, ik heb op gras gewerkt, ging hij goed. Nou ja, je ziet, het is mooier hier te winnen als laatste aankomende derby selectie. Nou, dat is zeker. En dat is voor het paard ook beter, denk ik. Ja, zeker. Kijk, een van de mede-eigenaren wil graag een derby selectie starten. Ik zie, het is geen Grand National. Als er 6 naar beneden gaan, ik dan als laatste nog win. Ik zeg, dit is beter. Ja, duidelijk verhaal. Dankjewel, Bas. Mooie winnaar om de meeting mee af te sluiten. Het was een tijdje geleden, Bas, dat je hier won, denk ik. Hij kan het zich niet herinneren. Jaren niet gereden. Anyway, vandaag wel weer een keer. Het is trouwens een indrukwekkende verschijning, deze Kingston Renka. Een 3-jarige bruine hengst, classic foto uit Queen of Broadway. Hij was een beetje aan zijn stand verplicht, maar het moet allemaal nog maar even gebeuren. We feliciteren Fokker René Knipschier, Stal PD, Bas Krebas. En hij is dan ook de man die de laatste ereronde gaat verzorgen. Deel Lewis weer op weg naar de vakken. Start gevallen. Laatste van vandaag. Na de start is het in het midden van de baan Kingston Renka die de leiding heeft. Kingston Renka, daarachter op de tweede plek ligt Christa Timmer met Jonna Cavallo. En aan de buitenkant gaat Hallo Moco naar voren en die gaat van de benen. Hallo Moco springt weg, ook Jonna Cavallo maakt de galoppade. En dat ging allemaal in de uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. Leiding wordt overgenomen door Joris S. Joris S, de nieuwe leider. En zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Het was een rommelige beginfase. Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. Waarbij er nog één uitgaat. En de deelnemers hebben nog 2 ronden af te leggen. En er blijft weinig over op dit moment. Uitgeschakeld nummer 1, nummer 1, galop. Joris S, die leidt. Daarachter Kingston Renka op de tweede plaats. Derde plaats daarachter is voor Jonne Cavallo. Vierde plaats daarachter voor Josanne J.E. Dan valt er een flink gat. Herhaling uitgeschakeld, nummer 1, nummer 1. En die is er al uit, Kaden van Bremen. En daarachter volgt dan Floresta Succes met Jumilla. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En het tempo vooraan blijft hoog met Joris S, die gewoon zijn eigen tempo loopt. Enige die dat bij kan houden is Kingston Renka. Galoppade daar van Jonne Cavallo. En die wordt binnendoor gepasseerd door Josanne J.E. Die ligt nu derde. Ze gaan de paarden op weg naar de volgende bocht. En als ze straks de finish passeren, hebben ze nog 1 volledige ronde te gaan. En het is Joris S die leidt. Joris S pakt zelfs iets meer voorsprong. Pakt nu 2-3 lengte op Kingston Renka. 4 lengte daar. Uitgeschakeld nummer 6, galop.
Blijft bijna niks meer over dan Jonne Carvalho. En daarachter Jumilla en Floresta Succes. Meer hebben we er niet. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. Hebben nog één ronde af te leggen. Leiding in handen, makkelijk in handen van Joris S. Vliegen kijkt niet op of om. Kijkt gewoon vooruit en denkt hij moet nog twee bochten en dan ben ik er. Nou kijkt hij toch een keer om. Hij ziet dan in de verte Kingston Rankout de tweede plaats. Derde plaats daarachter Josanne J.E. Dan Jonne Carvalho. Daarachter gaat naar het tweede spoor Jumilla. Die heeft nog wel wat in de tank. En dan Floresta Succes. Voorlaatste bocht wordt gerond en het is nog altijd Joris S. met 2-3 lengte. Tweede plaats daarachter houdt Krebas en Kingston Renka heel goed vast. En heeft wel een ruime voorsprong op Josanne J.E. Die ligt nog altijd derde. Paard in de rechte lijn overzijde. Nu gaat Kingston Renka naar de koploper toe. Kingston Renka sluit aan op de rug voor op de vlieger. En zo gaan twee paarden duidelijk voor de rest uit op weg naar de laatste bocht. Joris S. en Kingston Renka. En die draaien nu de laatste bocht in. Jumilla ligt inmiddels derde. Jonne Carvalho vierde. En daarachter valt Josanne J.E. wat terug. De voorste twee zijn inmiddels in de laatste bocht. En ze zijn precies halverwege de laatste bocht. En daar komt hij aan de buitenzijde. Hij gaat in de aanval Kingston Renka. Kingston Renka komt schuin naast de leider. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Joris S. aan de binnenkant, Kingston Renka aan de buitenzijde. Was meer dan een half jaar weg, Kingston Renka. Komt hij vandaag terug in Jouren? Doet hij dat met een overwinning? Het heeft er alles schijn van. Jawel hoor, Krebas is er langs. Go baby! Go, go, go! Kingston Renka. Mooi als je zo terugkomt. Tweede plaats is voor Joris S. Derde, Jonne Carvalho, die heel hard liep op het laatste stuk. En Jumilla was vierde.